Hey, hallo allemaal. Ja, niet schrikken. Het is Perry, die geen Perry heet. Gaat het ook zo goed met jullie? Net als met mij. Maar ik zat op het terras, ik was alleen maar een beetje gezellig aanwezig. En dan krijg je van die rode wijn. En dan word je dronken van. En daar hebben jullie het mee te doen. Goed begrepen? Heb je dat gesnepen? Perry, dat is niet correct. Je moet zeggen, heb je dat gesnapt? Ja, maar dat rijmt niet. Op begrippen. Vandaar mijn mening van de... Was ook weer de mening van de vrijheidsuiting. And you go fuck yourselves. Om te beginnen met jezelf. Het onderwerp is propaganda. Ik zal je even uitleggen. Een gozer, of een organisatie of een team, en die heet Willy Wakker. Dat is een Facebook vriend. En wat je net hoorde was een of andere maloot die het nodig vond om zijn toeter te drukken. Ik zit even te klikken. Ja, oké. Willy Wakker. Die heeft een post gedaan met als credo vaccinatie. En zijn uitspraak is, eerste zit erin, punt, punt, dat is incorrect. Hoppa, uitroepteken. Dat is Willy Wakker. Ik denk niet dat dat een mens is. Ik denk dat dat een organisatie is. Die dit soort dingen op Facebook slingert. Een knal. Eat this, Movo. Dat denk ik. Maar iedereen mag er zijn eigen mening over hebben. Maar volgens mij is Willy Wakker niet een persoon. Eerste zit erin. Punt, punt. Spatie. Hoppa. En dan hoppa zonder hoofdletter. Ja, het taalgebruik is niet aanwezig. En dan ga ik nu even voorlezen wat Willy Wakker dan heeft gereageerd. Hij reageert aan Michel Geurts met de volgende tekst. Ja, duh. Hij bedoelt de. Ja, de. Dat zeg je niet. Dat doe je niet. Dat is incorrect. Ja, als je beschopen bent, besjonken, ja, dan kan je dat zeggen. Maar je gaat het niet schrijven. J-A-D, drie keer een U en dan een H. Ja, du.
Dat is Willy Wakker. Die is van de vaccinatie. Ja, en een comma, spatie, heb al 2x corona gehad. Punt. Hoeft niet nog een keer. Uitroepteken. Even kijken naar de volgende. Plus, ik wil niet als de 16 miljoen andere Nederlanders die een prik hebben gehad, gewoon... Ik wil net als de 16 miljoen andere Nederlanders die een prik hebben gehad, gewoon lekker op commerciële feestjes kunnen. D-A-A-A. Dus ook drie keer een A. Nee, vier keer. Ja, ik ben dyslexisch. Dansen. Plus, ik wil net als de 16 miljoen andere Nederlanders die een prik hebben gehad, gewoon lekker op commerciële feestjes kunnen dansen. Nou, bij deze Willy Wakker. En je bent helemaal geen mens. Je bent een clubje. Maar jij en ik. Dan mag je uitkiezen welke dance track je wilt kiezen. Het is jouw keuze. Jouw lichaam. Jouw keuze. Kies er maar één. Van Nina 2020.Perry 7. NL. Ik dans je eruit, jongen. Willy Wakker is een sukkel. Hè? Dan is de volgende. Zullen we hier niet over discussiëren? Vraagteken. Ik had hem ook nooit genomen als ik niet al 2 keer hoofdletters kankerziek was geweest. Hoef niet weer een hoofdletters longontsteking. De volgende van Willy Wakker. Maar als ik jouw gezondheid had, dan zou ik het ook niet doen, hoor. Zonder punten. Zijn volgende. Dus met die kromme logica kom je alleen maar tot drogredenen en win je nooit een goed gesprek? Vraagteken. Dan heb je een reactie, er staat een naam in, Tibor. Goed, oké. Okay. Tibor, puntje, puntje, dat is fout taalgebruik. Je hebt een punt of 3 punten, maar niet 2. Hè? Tibor, punt, punt, spatie. Ernstige COVID zonder, wat is COVID? COVID-19, dacht ik. En dat moet met een hoofdletter. Ja, goed. Dat is propaganda. Ernstige COVID noemt men long-COVID. En uit zich, comma, hoewel long, met een hoofdletter, in de benaming
voor langdurig staat. Bij sommige mensen wel degelijk in een ernstige, tussen aanhalingstekens, soms met een hoofdletter S, soms dubbele longontsteking. Dan gaat hij weer verder tegen Tibor. De angst komt van het zelf ernstig ziek zijn geweest, niet van propaganda. Snap je? En dan nogmaals, met jullie blakende gezondheid had ik hem ook niet genomen en had ik de leuke festivals missen dan maar op de koop toegenomen. Helaas heb ik zelf niet de eeuwige jeugd. En als laatste, c'est la vie. Dit is propaganda. Punt. Ik kan er niks aan doen dat dit zo is. En jij vindt het leuk. Of je vindt het niet leuk. En mij maakt het geen donder uit. Als jij een meeloper bent van de katholieke kutkerk, de KKK, met Greta Thunberg en de CO2 weg ermee, beweging. Want CO2, daar groeien planten van. En ja, dan wordt de hele wereld groen. En dat moet gewoon bestreden worden. Als je van die club bent. Ja, Joko, fuck yourself. Proberen. Je hebt toch al een guillotine. Met heel handig. Met een digitaal apparaat. Doe je je kop er doorheen. Druk je op een knoppie. Dan kan nog eventjes. En dan. Bye bye monkey. Door red de planeet. En guillotineer jezelf. Want ik heb er daar geen zin in. Het is mij veel te veel werk om jou te guillotineren. Al die houten balken en zo'n mis. Maar dat krijg je toch zelf al, jongen. Hé, hey, Willy Wakker. Hé, hey, hak je eigen kop eraf. Ik ken deze mensen. Ik vraag me af waar ze wonen. Ja, toch? Een Molotov cocktail. Dat kost helemaal niks. Hè. En waar woont Willy Wakker? Ik denk dat Willy Wakker ofwel een kerel heeft, dat hij een reetridder is, de bereider met een lange ei van de reet, the woman riding the beast, ik pak je in je reet. En dat denk ik, dat is mogelijkheid 1. En mogelijkheid 2 is dat hij een kutwijf heeft. Ik ken die types. Het einde nadert. Hoe je het maar wil. Het einde nadert. En als ik, als mijn moleculetjes, hele aardige moleculetjes hoor, maar als mijn moleculetjes
uit elkaar vallen voordat het einde is gekomen. Dan ben ik eerder terug dan dat jij Tokio of Kyoto of Abraham kan spellen. Ik pik dit niet. Het is een volslagen onzin. Ik zit op Facebook. Punt. En dat blijft zo. En dan zie je dit soort drek. Van Willy Wakker. En Willy Wakker is geen mens. Dat is een club. Ik heb met die jokers heb ik midden in de nacht ge-emailed. En tegen die lui gezegd. Het is 2:30 s'nachts. En jij reageert. En die lui dan terug. Ja, maar jij 2:30. En je bent zeker naar de kroeg geweest. Dat is de propaganda. Wat de overheid ons dicteert, is dat wij beter moeten zijn of worden. We hebben de overheid als verbeteraar van volk. Ja, ja. Met injecties. Snap je hem nog? Ze willen nou dat als je een publieke gelegenheid binnengaat, dan moet je je QR-code laten zien. Dat het veilig is. Ja, mijn punt is. Veilig? Vraagteken. Sinds wanneer? Sinds wanneer moet het veilig zijn? Ik heb er helemaal geen behoefte aan. Ik hou niet van veiligheid. Ik hou van risico. Mijn vader, die in de hemel woont, is die dien ik. En veiligheid? Ja, de hele boel is een grote poepzooi. Wat heb ik eraan? Ja, wat heb jij eraan? Even teruglezen. Ja, du heb al 2x corona gehad. Hoeft niet nog een keer. Wat slaat dat op? Dus meneer Willy Wakker heeft 2 keer griep. ...achtige klachten gehad. Dat is alles wat hij wil zeggen. Hoofdpijn, een beetje koorts. Geen zin om te werken. Moe. Kortademig. En behoefte aan kippenbouillon.
meer niet. En Willy Wakker. Dit is een lul. Organisatie. Kletskoek. Ik heb al 2 keer corona gehad. Opgeblazen niksheid. Dat is het. En jij kan zeggen, ja maar Piri, waar haal je dit vandaan? Nou, uit irritatie. Er is geen oversterfte. Behalve dat er nogal wat oudere mensen van schrik zijn gestorven door die lieve Markje Rutjetje. Rutjetje. Markje Rutjetje. En die zei, alle kroegen gaan dicht, alles is afgelopen, nee, we gaan allemaal dood. En toen zijn er oudere mensen, met name boven de 80. Overleden. Zo werken ze. Hou dat in de gaten. Ik ben zelf van de meedogenloosheid partij. No mercy. Geen mededogen. Punt. Ik laat iedereen met rust. Ik dien. En mededogen ken ik niet. Medelijden, empathie, hou maar op. Het zegt mij niks. Het gaat mij om het oordeel van mijn vader. Hoe die over mij denkt. En meer niet. En mijn vader heeft tegen mij gezegd, je moet de hongerige, ja, door Christus, hè? Christus Jezus, je moet de hongerige te eten geven en de mensen die dorst hebben, die moet je te drinken geven. Nou, dat doen we dan maar. Snap je? Het was vandaag zo mooi. Ik heb een vriendin. Het blijkt. Ik zat op het terras. Op een terras. En zij zat naast mij. Maar dan een stoel ertussen. Een beetje afstand. Dat maakt wel helemaal niet uit. En ze ging er gewoon zitten. Ze niet zo wat boos zijn op elkaar. Een beetje afstand. Uiteindelijk zei ze tegen mij iets, hè? En toen zei ik tegen haar van ja, ik kan je niet verstaan. Mag ik wat dichterbij komen zitten? Waarop zij zei, dat is goed. En toen kwam George, die heet net zo als mijn vader. Mijn biopap. En die had een wijfie bij zich. En die kwam er ook bij zitten. En George die zei, Perry is naar. We're on the highway to hell. Ja, naar waar naartoe? Nee, hij bedoelde vervelend. Een naar mens.
Zo'n mens, dat wil je niet in je omgeving. Dat wijfie dat bij hem was, die vroeg mij mijn naam. Dat is een groot probleem, want ik heet geen Perry. En toen zei die, ja, wat is het nou? Hij zei, heeft een kleurtje. Mijn punt is, als mensen een kleurtje hebben, ja, waar komen ze verdorie vandaan? Het kan net zo goed Indonesië, het kan ook Hindoestaans zijn uit Suriname. En zij zei tegen die blonde bitch, zijn naam is mijn. En die blonde bitch was helemaal, wat zei ze nou? En ze keek mij aan, hè? En ik zei tegen haar, nou, volgens mij, ik ben van haar. En dat ben ik ook. Punt. Onvoorwaardelijk. Onmiddellijk. On, dus niet, midden. Geen midden. Onmiddellijk. Ja, natuurlijk, wat denk je wel niet? Het leuke was, ik had geen tabak meer. En ik wilde roken. En ik vroeg aan haar een sigaret. Die ik gekregen heb. En tegen haar heb ik gezegd, welk merk rook jij? Dat was John Player Special. En dan liep ik vandaag in de stad. En ik zie haar zitten op het terras. Ik denk, oeps. Ik teruggelopen naar de sigarenwinkel. En een pakje John Player Special gekocht. €8,80. 20 gulden. Ongeveer. En die had ik dat pakje sigaretten. Ja, ik ben gemeen. Ja, ik ben echt gemeen. Ik had mijn werkjas aan met borstzakjes. Dat pakje sigaretten. Even bliep en pakje sigaretten in mijn borstzak. En dan sjokken terug naar het terras waar zij zat. En ik keek haar in de ogen. En ik zei, als ik kan toveren. En dan pak je John Player Special van €8,80 aan haar gegeven. Zij bood mij daarna nog een rode wijn aan. Ja, ik kan heel goed zuipen. En er zijn grenzen. Ik heb vriendelijk bedankt. Een volgende keer. Ik heb haar sigaret opgerookt en zij heeft gezegd dat mijn naam is mijn. Dat is genoeg. En dat geld, dat stelt helemaal niks voor. En als mensen aan mij vragen, ben jij gevaccineerd? Dan is mijn vraag, wanneer
heb jij voor het laatst gemasturbeerd? Hoeveel minuten, uren, dagen, weken, maanden of jaren was dat geleden? Vertel me jouw waarheid. Dan vertel ik jou de mijne. En zo ben jij ook. En niet anders. That ain't working. That is the way you do it. Money for nothing and your checks for free. Ik weet wel dat ik je niet mag uitnodigen tot dit soort gevaarlijke standpunten. Er kunnen ongelukken bij gebeuren. En zo be it. Ik heb het toch gezegd. En propaganda is de angstaanjagerij, meer niet. En regels opleggen. Nou, je mag niet meer roken op een terras met een oneven aantal stoelen. Als je het niet snapt. Hey, dood gaan we toch, dat is het probleem niet. Het punt is, ga je verstandig de pijp uit? Of liever niets wetend? En mijn vader neemt daar geen genoegen mee. Het woord meedogenloos, dat komt bij mijn papa. De grote klootzak. Ja, je kan het leuk vinden. Dat kan ik me niet voorstellen. Of je vindt het... Dat kan ik me ook niet voorstellen. Het belangrijke is dat jij genoegdoening geeft en boete doet dus. En dat jij zo handelt. Zo mooi als de eerste beste zonsopgang, zonsondergang, ijszee, zeg maar. Payback time. Ja, beschouw de wereld als een Disney World. En je mag er gratis naar binnen. Je wordt helemaal gratis bij elkaar geneukt. Door je ouders. Ja. En jij mag genieten. Oh, wat leuk zeg. Oh nee, merels. Oh, daar hou ik ook van. Oh, spreeuwen. Oh, wat mooi. Ja. En wie gaat er betalen? Ik dacht jij. Of je gaat de afwas doen. Voor eeuwig. Tussen aanhalingstekens. Want niets is eeuwig. Alles gaat eraan. Snap je? Geintje. Het is wel zo. Alles gaat eraan.
geen enkele steen zal op de andere blijven staan. Alles gaat eraan. Een goede staatspropaganda zou zijn dat onze overheid ons recepten geeft voor spaghetti carbonara met schoenzool in plaats van spek. Dat was een grapje. Ja. Oké, het was voor jou dat is nu genoeg geweest. Nou, dit soort onzin, daar luister ik niet naar. Nou, hoe maak jij een pasta carbonara? Snap je? Of weet je niet hoe dat moet? Nou, je moet beginnen met spek bakken. Als die spek lekker gebakken is, dan huppakee uit de pan. En dan de spaghetti erin. De pasta. Een vuur omhoog. En, je hebt die half gare pasta. En die gaat erin. En dan vuur omhoog. Lekker opwarmen. Dan gaan die spekdingetjes gaan er weer terug in. En dan doen we daarbij een mengsel van Parmezaanse kaas of whatever. Gewoon kaas. En ei. En zorg ervoor dat die spaghetti, dat die onder de 70 graden Celsius blijft. Niet naar de 100. Dan, de pan van het vuur. Ja, ja. Beetje doormalen. En zwarte peper. Dat is lekker hoor. Dat kan je op ieder moment toevoegen. Je kan het er ook bij zetten. Een potje met peper, een potje met zout. Een schaaltje met basilicumblaadjes. In olijfolie. Beetje verse tomaat erbij. Je kan ook zeggen, ja wat ingewikkeld. Ik neem gewoon verse tomaat en doe ik in een stukje snijden. Een olijfolie eroverheen en dan die basilicum erbij. Een beetje doormalen en huppakee, dat is de salade. Bij de spaghetti carbonara. Ja, have a good night. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de Hashemayim. Als in de Haaretz. Dat is het Onze Vader. Van mijn grote broer. Christus Jezus. En die gaat dan door met, geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, die tijd is voorbij. Brood genoeg. En geen lust tot koken. Dus je moet zeggen, onze Vader in de hemel zijt, en de rest, geef ons de wil tot koken.
leer ons dat wij onze eigen broek op moeten houden. In plaats van te zeiken. Dat is mijn mening. Ja, mini. Neem een bolognese. Wat lekker, man. Van Boone Gost. Kip in zoetzure saus. Daar ga ik binnenkort mij in bekwamen. Dat moet ik ook kunnen doen. Wat is dat nou? Kip in zoetzure saus en rijst erbij. Of noedels. Dat maakt niet aan. Elke week kook ik voor 15 à 20 mensen. Elke week. En elke keer als ik klaar ben met koken, dan controleer ik of die idioten het ook lekker vinden. Ja, ik kook op Haken 22. Daar zitten allemaal idioten. Met een leaseauto of zo. Ze zijn ZZP'er. Echt totale vol idioten. En heb je die bewoners. En die bewoners, waar die idioten zoveel geld aan verdienen. Ja, die bewoners, die worden idioot genoemd. En inmiddels ben ik erachter dat ze mijn voedsel wel tevreden vinden. Ja, nou die idioten nog. Eerlijk gezegd. Ja, dat mag je niet zeggen. Daar werken hele mooie vrouwen. Oh. Ja, ik ben 62, dus ik kan het weten. Ik weet wat een mooie vrouw is. Ben ik oud genoeg voor? Ja, meer lekkere dingen. Er zit er zo eentje, die komt uit Suriname. Kruinen. Als jij een elektrocien bent, elektrotechnicus, elektricien, je bent een bouwvakker, of je werkt bij de rioolreinigingsservice, dan moet je mij even een mailtje sturen, dingetje, en dan ga ik je introduceren. En dan krijg je een surimama, jongen. Twaalf kinderen. Geen probleem. Ja, geloof me. Je komt daar, ik dus, hè? Ja, die mannen vind ik ook wel leuk, maar die vrouwen vind ik leuker. Om naar te kijken. Nou, kom op, man. Probeer zo te zijn zoals ik probeer te zijn. Namelijk dat al die propaganda, dat is hooguit informatief. Van, denken we zo? Nou, ik denk anders. Het is een hele mooie. Het is 45 minuten. Dat is een streven aantal minuten.
En ik heb nog een grote fles jenever en ik heb geen waterglas. Ja, ik moet zonder meer afsluiten om naar de keuken te lopen om een glas te halen. Zijn jullie blij? Eindelijk houdt Perry op met ouwe hoeren. Mooi zo. Dan is de boodschap overgekomen. Thank you. Good night. And may your fuck yourself. Or may your fuck yourselves. Er is werk te doen. Voor degene in wiens hart mijn hart woont. Tschüss.